Shownieuws gaan we weer behandelen. Bart Ettinghoven, hoofdredacteur van Weekend. En natuurlijk ook dagelijks te zien als hij er is bij Shownieuws. Bart, goedemorgen. Gelukkig niet dagelijks. Ik ben ook wel eens een avond, Fred. Ja, maar vaak ben je er wel, hè? Ja, ik begrijp het. Zeg, je bent op vakantie. Waar zit je? Op Mars of zo? Of op Venus? Klinkt het zo beroerd? Het klinkt zo ver weg, inderdaad. Ja, je moet gewoon duidelijk articuleren, Bart. Ik zal proberen duidelijk en rustig te spreken. Zijn jullie fans van het programma Beter Laat Dan Nooit? Nee. Wat is het? Oh, nee, nooit hebben we van die ik heb het oude gezien, TV-verdettes die de wereld rondreizen onder leiding van eerst Odjay Gulsen en later Katja Schuurman. Ik heb er toen wel heel erg van genoten. Nou ja, die kunnen natuurlijk nu niet op reis vanwege het hele COVID-verhaal. En zijn nu aan het kijken of ze misschien wel een serie kunnen opnemen voor het najaar. Maar dan gewoon in Nederland, net als het eigen land. Ja, net als Floortje heeft gedaan natuurlijk. Die ging ook de hele wereld over. Precies. En die is gewoon in Nederland gebleven. Ja, exact. En net als dat, Frans en Mariska zijn natuurlijk ook wel veel naar het buitenland geweest. Maar hebben ook diverse afleveringen, toen de wereld echt weer op slot ging, in Nederland gewoon opgenomen. Ja. Peter Faber spraken wij voor Weekend onlangs. En die zei, nou weet je, dat vonden we eigenlijk ook wel een heel goed idee. Dus we zijn nu aan het kijken, samen met RTL, of we gewoon toch een serie kunnen opnemen met dezelfde mannen. Dus Peter Faber, Willy Brodtke zat daarbij. En dan moet je me heel even helpen. Barry Stevens en Geert Cox ja. Dat. Ja. En het lijkt mij op zich heel leuk. Want het gaat toch vooral om de chemie tussen die mannen. Ja. Je kan in Nederland ook genoeg gekke, grappige activiteiten ondernemen. Dus ik denk dat gewoon wel weer voor een heel leuk seizoen zou kunnen zorgen. En het scoorde natuurlijk fantastisch de eerste twee seizoenen. Dus wat dat betreft zou RTL gek zijn als ze het niet doen. Maar ze zijn er toch nog even over aan het nadenken op de directie, op directieniveau. Dus Peter van der Voorst heeft nog geen knoop doorgehakt. Maar het zou zomaar kunnen dat we dus toch in het najaar deze vier oude verdettes nog op reis kunnen zien. Ja, wat je zegt, Bart, de achtergrond maakt niet zo heel veel uit. Natuurlijk is het leuk als je op een berg staat en in het zonnetje. Maar het zou ook in Giethoorn in een bootje kunnen, hoor. Je kan natuurlijk in ons land van alles doen. En dat hebben we inderdaad met Floortje gezien. En dat kunnen we met Frans Bauer zien in de huidige serie die er wordt uitgezonden. Ja. En dat kan je natuurlijk zelf ook ontdekken. Want ik ben het afgelopen jaar ook alleen maar in Nederland op vakantie geweest. Het heeft zoveel mooie plekjes, leuke plekjes, grappige dingen die je kunt doen. Inderdaad, wat je zegt, je kunt naar Giethoorn, je kan natuurlijk gaan watlopen, je kan een berg beklimmen in Limburg. Nou ja, er is genoeg te bedenken. Wat dat betreft. En ik blijf nog heel eventjes met jullie in de hoek van de oude verdettes. Nou, laat het maar niet horen als ik dit zeg. Maar Loretta Schrijver, zij moet onder het mes en is dus eigenlijk al klaar met het seizoen van Koffietijd, betekent dat. Want ze zal moeten herstellen van een kleine operatie. Er is een klein plekje bij haar geconstateerd. Daarvoor moet ze onder het mes. Daar moet ze van herstellen. Dan is ze twee weken verder. En dan is Koffietijd alweer aan de laatste uitzending toe. Dus we zullen Loretta dit TV-seizoen niet meer terugzien. Ja, je schrikt toch altijd. En dat moet je zelf ook hebben als de dokter zegt, het is een verdacht plekje, dat moeten we wel even weghalen. En dan wordt het nog op kweek gezet en dan moet je nog wachten tot de uitslag komt en zo. Dus het zijn spannende weken, denk ik, voor haar. Nou, ik moet zeggen, zij is natuurlijk wel, als er iemand altijd positief is en een lacherbek en het van de positieve kant bekijkt, dan is het Loretta. Ik vond haar totaal niet zenuwachtig overkomen toen ik haar gisterochtend had in Koffietijd eigenlijk zelf zag vertellen aan de collega's. Ze was daar heel optimistisch over en eigenlijk, nou ja, was er wat haar betreft helemaal geen ene mogelijkheid of kans dat het wel eens een slecht verhaal zou kunnen worden, wat haar betreft. Dus als zij al positief is, dan vind ik dat wij dat volgens mij dan moeten wij dat ook moeten doen. Ja. Ja, zeker. Gelukkig. Ja. Is jullie nog wat opgevallen, jongens? Nou, eigenlijk de laatste week niet. Wij zitten ons een beetje voor te bereiden op het Eurovisie Songfestival, wat natuurlijk de volgende week gebeurt. Het is daarom omtrent is het ook vrij rustig. Anders had je altijd wel een relletje, hè? Zo'n Eurovisie-relletje. Maar kijk, ik heb nog weinig gehoord, eerlijk gezegd. Jij? Ja, we zijn er natuurlijk nog niet. Hè. Het is natuurlijk nog geen volgende week zaterdag. Dus er zal vast nog wel een relletje komen.
Ja, nee, ik moet zeggen, het is inderdaad wat dat betreft een redelijk brave editie tot nog toe. Maar wat niet is, kan nog komen, zei ik net al. Nou, Jean-Guy McCroy, we staan er natuurlijk niet heel denderend voor op een 30e plek volgens de bookmakers. Nee. Dus de kans dat we het feestje volgend jaar ook weer mogen vieren in Rotterdam, Amsterdam of Maastricht, dat is heel klein. Ik vind het toch grappig. Ik weet niet of jullie het hebben gehoord. Ilse de Lange, die is dus totaal gepasseerd. En daar heeft ze ook in College Tour pittig over uitgehaald richting Twan. En terecht, weet je. Ja. Ze zegt, we kwamen terug op Schiphol na die fantastische overwinning van Duncan. En ja, ik ben toch wel even bij mijn telefoon gezet. Ik denk, nou, die gaan we vast wel bellen. Zo van, wat zullen we volgend jaar gaan doen? En die vrouw heeft dus helemaal niks gehoord. Nee. Die is nergens in gekend. Ik vind dat toch vanuit de Afro-Trolls wel een soort onvoorstelbaar verhaal. Je begint je dan bijna af te vragen, zou daar niet meer gebeurd zijn? Ik bedoel, zij heeft natuurlijk wel gezorgd voor die winst van Duncan Lawrence. Maar zij heeft ook met Whalen, met de Common Linnets, heeft ze toch voor een tweede plaats gezorgd. Waarbij we maar net verloren van een vrouw met baard. Een baard. Ja, ja. Zoiets was het. Ja. Dat is. Ik vind echt dat ze haar tekort doen. En dat vond ze zelf ook eigenlijk heel erg. En ze stak dat ook niet onder stoelen of banken. En ik vind haar verontwaardiging wat dat betreft wel terecht. Want als er toch iemand kennelijk verstand heeft van het Eurovisie Songfestival en van wat voor een soort inzending wij zouden moeten sturen, dan is zij het wel. Het kan ook zijn dat ze zoiets hadden van, ja, het moet niet te goed gaan, want we kunnen dit ook niet ieder jaar organiseren, want dan zijn we failliet bij de publieke omroep binnen de kortste keer. Ja. We kunnen niet ieder jaar, dit jaar moet de overheid natuurlijk ook al enorm bijspringen met miljoenen. En dat hoort ook wel vaak, dat landen eigenlijk, ja. Nee, het valt me op. Ik bedoel, Ilse de Lange is altijd de rust zelf en die zal dat niet zo snel roepen. Dus het zal er echt wel even dwars hebben gezeten, denk ik. Nou, ik vind tenminste, en of je er dan wat mee doet, is een tweede. Maar je had haar tenminste moeten vragen, goh, wat adviseer jij? Of ze zegt, al hadden ze me maar uitgenodigd voor een kop koffie. Ja, om na te denken over helemaal de act van dit jaar. Of dat zij weer niet met een protégé op de proppen zou mogen komen. Dat is dan tot daar toe. Maar je helemaal mee eens, die vrouw vinden. Ja, toch? Ja, precies. Maar dat vind ik ook met de oud-deelnemers. Weet je, het voelt zo, ze verschuilen zich nu achter het feit van, ja, ze mogen niet binnen, want ze zijn ouder dan 70. Andere mensen mogen weer niet binnen, want ze hebben een te hoog BMI. Daar kan je natuurlijk wel andere dingetjes mee doen ook. Ik bedoel, je had ze ook in filmpjes en zo, had je ze ook kunnen eren. Mm-hmm. Maar er wordt ook helemaal niets mee gedaan ook. Nee, exact. Ja. Ik denk dat geld op is. Gemiste kansen wat dat betreft. Nou, het vindt echt gemiste kansen inderdaad, ook wat Bart zegt. Van, je hebt nu de mogelijkheid, je hebt nu de kans om ze nog een keertje een soort van extra veer te geven. Bedankt voor van wat allemaal al die jaren wel is gebeurd ook. En daar doe je dan niks mee. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit eigenlijk straks allemaal eruit gaat zien. Maar dat zit ook gewoon helemaal niet in ons DNA om oude sterren te eren en een soort blijk van waardering te geven. Dat hoor je altijd als je met dit soort mensen spreekt. Dan is er toch altijd een soort verongelijkheid of zo van, ja, ik hoor niks meer of ik word nooit meer uitgenodigd voor een programma of voor een beste zanger. Of je nou Ben Kramer spreekt of wie dan ook. Je hoort eigenlijk altijd wel een soort van, wij gaan toch in Nederland niet heel goed, of in ieder geval niet heel charmant om met de mensen die ooit heel veel hebben betekend voor de Nederlandse showbiz. Ja, nou ja, wij zitten in een pioniersprovincie. Ik zeg altijd maar, die oude sterren dan, om het rare woord ouder maar even te gebruiken, en dat natuurlijk ook van dichtbij meegemaakt ook, dat op een gegeven moment, wij hebben die term C-artiesten. Ik bedoel, Bonnie St. Clair ook gedaan heeft in haar privéleven, of hoe ze dat dan aanpakt ook. Maar het is wel een van de beste zangeressen van Nederland geweest. En Pierre Cartner, weet je wel, hoeveel 80 miljoenen heeft die man wel niet verkocht ook. En zeer terecht dat een Whalen nu dan ook zegt, ik ga een Nederlandstalig album maken. En ik link daarbij aan die oude, die sterren van weleer. Dat waren de pioniers voor de huidige sterren. Ja. Dat klopt. Ja. Ik kijk ernaar uit naar het album. Ik ook. Ja, absoluut. Ja, ik ook. Ja. Bijzonder mooi. Goed, Bart. Leuk jullie weer hebben gesproken. Ja, zeker ook. Wij wensen jou een hele fijne vakantie. Ja. Geniet ervan. Goed insmeren, want het kan wel warm worden. Dankjewel. En beland niet onder een steen. Oké, dank je. Doei. Okay. Hoi.